De discussie zou eigenlijk heel simpel kunnen zijn. We hebben twee atheïsten hier toevallig staan en één gelovige. Alle drie wetenschappers. Kan een wetenschapper, iemand die daadwerkelijk de wetenschappelijke methode hanteert, kan die zonder met zichzelf in de clinch te komen geloven? Ik doe sociologisch onderzoek. Ik kijk naar hoe mensen zich in de samenleving gedragen. Ik denk dat het kan. Het gevaar bij sommige wetenschappers is dat zij de wetenschap als dé bril op de werkelijkheid zien. Van dat is de enige mogelijke bril om naar de werkelijkheid te kijken, of de enige bril die goede informatie geeft. En ik denk dat dat wel een groot probleem is. Mijn visie is dat als je kijkt naar de inhoud van religies, is er geen enkele reden om aan te nemen dat die waar zijn. Je ontdekt vervolgens dat religies zich uiteindelijk vaak op openbaringen beroepen, dat die openbaringen ontstaan zijn in een tijd dat men nog überhaupt niet wetenschappelijk getraind was. Dat je die openbaringen ook voor een deel psychologisch kunt verklaren. Hè? Paulus die valt op de grond en heeft waarschijnlijk epilepsie of zo, en die gaat dat religieus verklaren. Dus hoe ga je daar nou als getraind wetenschapper mee om? Zijn er bepaalde dingen die wij voor waar aannemen, ondanks dat we ze niet helemaal hard kunnen maken? Ik denk dat je wetenschap gewoon moet definiëren als kennis die is voortgekomen uit kenbronnen waarvan de betrouwbaarheid is aangetoond. Godsdienst is ook een geheel van opvattingen, als je althans opvattingen hebt als godsdienst. Want je kunt ook zeggen, we reduceren godsdiensten puur tot rituelen. Dus als je verstandig bent als mens en je bent intellectueel integer, kun je volgens mij niet de dingen van een godsdienst geloven. Er zijn allerlei experimenten die laten zien dat als je bepaalde delen van de temporaalkap, het gebiedje net achter onze slaap, prikkelt, dat je dan religieuze ervaringen kunt krijgen. En religieuze ervaringen zijn dan gedefinieerd als het gevoel op te gaan in iets groters dan jezelf. Een gelukzalig gevoel, een gevoel één te zijn, dat alles zin heeft en alles bij elkaar hoort. Een soort kosmisch geluk, zou ik maar zeggen. En dat wordt heel consequent wordt dat beschreven door allerlei patiënten die bijvoorbeeld, Herman noemde het al even, temporaal kwap epilepsie hebben. Nu is wat mij betreft de grote vraag, ja, je kan dan de conclusies trekken, God zit dus in het brein en kennelijk hebben we dat dan nodig, hebben we zo'n religiegevoel nodig. Maar ja, aan de andere kant, het zegt ook weer niet zo heel veel. De gelovige zal onmiddellijk zeggen, ja, dat heeft God daar prachtig aangelegd. Dat is een mooie zender, een sensus divinitatis, hè, heet dat. Dus hersenonderzoek helpt niet zoveel in de zin dat je een antwoord krijgt op de vraag, bestaat God of bestaat God niet? Ik weet ook niet of dat nou zo'n interessante vraag is. Ik denk wel dat het een interessante vraag is, wat doe je met geloof? Ik denk dat godsdienst mensen heel veel dingen oplevert. Hè? Je kunt op twee, ik zou deze vraag wel op twee niveaus kunnen beantwoorden. In de zin, wat sociologen zeggen is van het levert je een netwerk op van mensen, gelijkgestemden, een sociaal opvang. Het kan je zin aan het leven geven, wat voor veel mensen ook heel plezierig is. En dat speelt denk ik allemaal mee. En tegelijkertijd denk ik ook dat er meer is. Kunnen we nou bewijs vinden dat God niet bestaat of omgekeerd? Een gelovige die kan in onze tijd van wetenschappelijke opleidingen, die kan een aantal dingen doen. Hij kan zeggen, ik heb helemaal geen waarheidsclaims meer in mijn geloof. Als u de twee gebroeders Terlinde vraagt, wat moeten we nou nog letterlijk nemen in de Bijbel, dan krijgt u waarschijnlijk het antwoord, nee, u moet alles metaforisch interpreteren en moreel en weet ik wat. Dus die doen helemaal geen waarheidsclaims meer. Zelfs de stelling dat God bestaat, ja, dat is een metafoor. Nou, dat is een optie. Dat kan. Ik weet niet, is dat uw optie? Nee. Niet. Nou, dan kun je zeggen, ik doe wel waarheidsclaims. En dan is dus de vraag, ja, waarom geloof je die dan eigenlijk? En dan heb je weer twee opties. Je kunt zeggen, ik kan ze geloven zonder enig bewijsmateriaal of evidentie. Want als God bestaat, dan heeft hij ons misschien die sensus divinitatis wel gegeven. En dan is mijn geloof dus waar. En dat van al die andere godsdiensten onwaar. Want mijn God bestaat. Het is een vals dilemma in de zin van, waarom zou ik moeten kiezen tussen, en laten we zeggen, een wetenschappelijke methode om God te bewijzen en een niet-wetenschappelijke methode. Nou, een methode überhaupt. Een methode, maar waarom kan dat geen combinatie van beide zijn? Kan. Mijn blik op de werkelijkheid, naar mijn idee, wordt verrijkt. Ik heb meer inzicht in de werkelijkheid omdat ik dan dat ik niet geloofde, omdat ik in God geloof. Dus we hebben een verschil tussen waarheid zoeken en zoeken naar verrijking van je leven. Is dat waar we op uitkomen? Is dat simpel, nee. Te simpel? Ja, want ik zou
Nou, misschien om het heel scherp te zeggen, van ik denk dat uiteindelijk, laat ik zeggen dat het, naar mijn overtuiging, het christelijk geloof zo mooi is en zo waar is, dat als mensen niet in God geloven, dat zij ook heel veel in het leven missen. En misschien wel de bestemming van het leven missen. En dan heb je het niet meer alleen over rijker of het leven verrijken, maar dan heb je het ook echt over waarheid. Het grappige is dan dus wel dat we tot een iets andere tussenconclusie komen dan zojuist. Zojuist hadden we de conclusie dat er eigenlijk een soort verschil is van waardering van de wetenschap als kenmethode in deze vraag. Hè? Dus van waarom hebben we het over religie of waarom is religie belangrijk? Ja. Je zou kunnen zeggen simpelweg, we hebben een ander doel in het leven. Dan is het dus niet een soort kentheoretische methode die je hanteert. Maar nu geef je eigenlijk aan van ja, maar ik beschouw het wel als waarheid. Ik beschouw het als iets wat mijn leven verrijkt en wat ook waar is. En dat kan volgens mij niet. En waarom hebben jullie dat precies moeten? Omdat er geen gerechtvaardigde methode bestaat om die waarheid te onderbouwen. Omdat B, gezien de enorme diversiteit van godsdiensten in de wereld, het veel waarschijnlijker is dat mensen dit allemaal verzonnen hebben dan dat het echt bestaat. C, omdat het bestaan van een onlichamelijke persoon die volgens de meeste definities God is, in de eerste plaats onbegrijpelijk is, volgens mij om allerlei redenen, en in de tweede plaats hoogst onwaarschijnlijk is. Er zijn dus allerlei redenen om de traditionele christelijke God in elk geval heel onwaarschijnlijk te vinden. En je hebt geen goede argumenten daarvoor, dus... Je zou kunnen zeggen van, of mensen hebben het verzonnen, of je kunt zeggen van, mensen hebben blijkbaar een besef dat er iets moet zijn. Mensen willen graag dat er iets is, ja. En hoe ze dat iets definiëren, dat verschilt per religie enorm. Ja. En dus denken wij dat dat allemaal verzonnen is. Het is ook interessant dat in meer opgeleide landen, dat er allerlei mensen zijn die wel in iets geloven, maar niet per se in de christelijke god of in de islamitische god of wat dan ook. Dat ietsisme, wat jaren geleden alles geponeerd werd. De term van Plasterk, laten we hem eren. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is een heel interessant fenomeen, toch? Allerlei mensen waarvan je denkt, dat zijn volstrekt ongelovige mensen, die zijn dan toch ietsistisch. Ja, dat komt voor.